Hey Johan Lauwersen, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Ja, zeker wel. In het magazijn, de krochten van de ZB zitten we. Ja, tegenwoordig heet het de schatkamer, hè? De schatkamer, ja? Ja? Het hele magazijn? Ja, de schatkamer. Oké. Okay. Maar hoe lang ben jij als schatkamerbewaarder? Dat is ook alweer een jaar of? Ja, lang hoor. 2005, 2006. Ja, zo lang alweer, dat is al 15 jaar ik. Ook. Ja, ik weet je, ik zit hier vanaf 1999, daar schrik ik ook elke keer van. Maar ik denk, ja, rond die koers ongeveer, dan heb ik gewoon een opleidingje moeten doen. Een bibliotheekopleiding. En volgens mij sinds die tijd ben ik wel hier, een soort van beheerder. Ja, en nou ja, even voor de mensen die het niet goed kennen, maar het magazijn, daar staat het grootste deel van de collectie van de ZB. Ja, je spreekt eigenlijk wel over toch wel een miljoen materialen die hier staan, zeg maar. Miljoen dus alweer. Ja, precies. Dan heb je het over gewoon de boeken, maar ook cd's, dvd's, brieven, bibliophilen. Ja, gewoon noem het maar op, tijdschriften. Ja. Dat hier staat. Alles wat te bewaren waard is ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja, absoluut. Kranten. Ja. En dan is eigenlijk de vraag nu, want ik neem aan, dit werk gaat gewoon door. Hè? Want, jullie hebben altijd stapels die nog. Ja, nou kijk, weet je, het is op dit moment. We zijn natuurlijk vorig jaar augustus, september zijn we begonnen met het groot saneerproject. Dus bovenop de etages waar de klanten lopen, de begane grond, de eerste verdieping, daar worden, ik zit volgens mij rond de 25.000, 26.000 boeken die ik nu verwerkt heb, die zijn naar beneden gekomen. Dus dat zijn boeken die gaan uit de normale collectie, maar die blijven wel bewaard. Precies, ja. Precies, ja. Dus oude boeken die ouder dan 5 jaar zijn of niet veel uitgeleend worden of wat dan ook, die worden naar het magazijn gestuurd. Ja. Dus ja, dan mag ik ze verwerken. En met zoveel werken jullie hier in het magazijn? Op het moment eigenlijk met één collega van mij die is uitgevallen. En nu stuur je eigenlijk alle aanvragen, als ze er zijn, naar de eerste verdieping. De klant gaat alleen maar naar de eerste verdieping. Ja, ja. Ja, goed, weet je. Ik ben hem wel zo aardig, mag ik wel zeggen, dat ik het ook naar de begaande grond stuur als iemand daar staat. Precies, ja. Ik bedoel, kijk, als iemand wat slechter been is of wat dan ook, ja, dan stuur je niet iemand nog eens een keertje naar de eerste verdieping. Nee. Dus, klantvriendelijkheid vooraan nog steeds. Precies. En is je werk nou veranderd in deze periode of valt het voor jou al mee? Ja, nou ja, goed, de aanvragen vallen natuurlijk weg. Dat is het enige. Ja. Dus ik heb wat meer ruimte om aan het saneerproject te werken. En wat andere taken uit te voeren. Maar op zich, voor mijzelf is het wat relaxter werken. Ja. Want als je hier alleen bent natuurlijk en je moet ook je boekjes omwerken en naar de kast te lopen om dit erin te zetten. En je moet ook nog de aanvragen doen. Dan is dat vervelend. Ja, vervelend. Dus dit is wat relaxter werken. Maar het is voor jou behoorlijk te overzien. Want ik moest toch ook aan je denken, want jij bent getrouwd met een kapster. Ja. Met een eigen salon. Hè, dat ben ik je wel eens eerder op straat tegengekomen. De beste salon van Vlissingen. Ja, 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 ja. Vertigo. Kapster van Vertigo, hè. Maar dat is even een andere koek nu. Ja, weet je, dat zijn gewoon taaie tijden. En zeker omdat de steun vanuit de overheid dus, ja, gewoon nihilus, zeg maar. Je krijgt wel wat voor je personeel, maar voor jezelf eigenlijk gewoon niks. Ja, maar zijn dat ook een crowdfunding, toch? Zag ik die nou voorbij komen? Ja, nou, dat is wel mooi, want de afgelopen donderdag zaten we eigenlijk allebei een beetje op de bank van, hoe lang nog? En nou ja, weet je, het ligt aan het eind van de tunnel. Ja, die tunnel wordt steeds langer. Ja. Dus, dat schiet ook niet echt op. Maar toen lazen we dadelijk in een keer iets van een crowdfunding en ik dacht eerst van, nep. Maar het bleek dus dat iemand. Oh, iemand heeft dat voor jullie gedaan? Iemand heeft voor ons en voor de kapsalon heeft een crowdfunding opgezet. En als je ziet wat voor bedragen daar nu in één keer op staan, dat is echt heel mooi om te zien. Dus je hebt gewoon in mei heb jij een mooie nieuwe racefiets. Die is besteld. Nee, maar het is wel een steuntje in de rug van vaste klanten. Want het is voor kappers gewoon wel. Nou, er valt toch een inkomen weg. Ja, precies. En weet je, natuurlijk, het geld is natuurlijk heel fijn, maar het is ook gewoon. Ja, het doet gewoon goed dat er op dit moment gewoon eventjes aan je gedacht wordt, zeg maar. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En die centen zijn ook wel heel, heel fijn en welkom, want ja. Ja, je hebt gewoon een heel gezin, hè? Ja. Maar voor de rest gaat het gewoon, je zingt het wel uit deze crisis en je kijkt gewoon met open ogen naar 2021, hè? Dan, toch? Zeker, ja. Weet je, je moet je soms even herpakken. Soms wil je gewoon, dat heb ik ook, wil je even naar de drukkerij toe of wat dan ook, even lekker een plaatje kijken of ergens op een terras even een espressootje of een biertje pakken of wat ja, dan ook. Ja. Dat zijn die kleine dingen waar je echt gewoon terug naar uitkijkt, zeg maar. Maar voor de rest, ja, weet je, ik heb een mooi gezinnetje en ik mag werken. En, Precies, en de boeken die blijven komen. Dus, ja, daarom. Nou, super om te horen. Dankjewel, top. Yo.